November is het wapenstilstand. Dan denkt iedereen aan de Eerste Wereldoorlog die bijna 100 jaar geleden uitbrak. Koning Albert ging naar Ypres om bloemen te leggen bij het graf van een onbekende soldaat. In Ypres werd wapenstilstand herdacht samen met koning Filip. De lestpost is een trompetsignaal dat gebruikt wordt in verschillende legers. Nu wordt de lestpost meestal gebruikt bij militaire herdenkingen en begrafenissen. Maar in Ypres wordt het elke dag om 8 uur in de avond gespeeld onder de menigpoort. Dit ritueel doet men al sinds 1928, maar met enige onderbreking tussen mei 1940 en 6 september 1944. In Vlaamse Velden is een tv-serie dat uitgezonden werd op 1. De film gaat over de Eerste Wereldoorlog en zoals je ziet is alles heel goed nagemaakt. Kapsels van de acteurs, de kleren en zo.